Dames en heren, van harte welkom. U bevindt zich wederom op kanaal 48 en leuk dat u weer even intuned. Vandaag gaan we kijken naar een Surinaamse history show. We gaan kijken naar twee shows en naar twee hele bekende bands. Max Wojski en The Sentimental Brothers. En dat ondergebracht in één show. En de eerste show van Max Wojski is opgenomen in 1964 in Nederland. Zaten verschillende tv-stationen aan verbonden. Het is opgenomen in een lege zaal. En ja, ik heb het een beetje levendiger gemaakt voor u. Maar dat zult u zien. En daarna gaan we kijken dus naar de Sentimental Brothers, de Kersten Show. Ik denk dat die ergens jaren 70 is uitgezonden. Ik heb maar één kunnen vinden. Zijn er meer beelden die gedigitaliseerd moeten worden? Contact me gerust en stuur me die beelden toe. En ik zorg dat ze gedigitaliseerd en ingekleurd worden. Want ik neem aan dat ik dan betere kwaliteit zal hebben dan ik u vanavond ga aanbieden. Deze heb ik ook maar gevonden op YouTube. En het is ook voor het nageslacht. Hè? De familieleden van Lekkie en al de andere muzikanten in de Sentimental Brothers. Die kunnen nou hun opa zien. Of misschien hun overgrootvader. Of misschien hun oom, tante. Tante kan je misschien zien in het publiek. Mevrouw met een hele grote afro. Je gaat Harry de la Fuente zien. Toen hij nog maar een heel jong ventje was. Ik denk dat hij daar 22 of 23 was. En de omroepen waarvan ik de naam niet weet. Dus als je de naam weet, schrijf het eventjes op. En al die prachtige mensen in het publiek. Misschien kom je wel je moeder of je vader tegen die daar ook bij de kerstshow aanwezig was. Allemaal prachtige mooie mensen uit Suriname. We gaan kijken naar de Historical Suriname Music Show. Goedenavond, dames en heren, kijkers. Vanavond gaan wij dus weer beginnen met een heel, heel veel gebruikt onderwerp, namelijk de liefde. Zo'n liefde. Zo'n liefde. Zo'n liefde. Zo'n klein, lieve, lieve, lieve ditje heb ik nog nooit gezien. Zo'n lobby. Thank you.
Heel ander verhaal. Onlangs heb ik ontmoet twee lieve meisjes die nog steeds ergens de ambassadrices zijn van Latijns-Amerikaanse muziek. De Marichicas. En ik vraag nou uw speciale aandacht voor een heel fijn liedje van deze twee charmante meisjes, de Marichicas.
We hebben het gehad over de liefde, over de charmante Marichitas. En hoppakee, naar de bergen in Brazilië. Harry, nogmaals, hartelijk bedankt voor dat trato nou in het programma. Ja, man. Go ahead. Dames en heren, beste jongens en meisjes thuis. We hebben nog meer entertainment in de studio. We gaan luisteren en kijken naar mensen die we allemaal kennen van vroeger. Jaren geleden waren ze erg bekend. In de periode toen de televisie ontstond. De Sentimental Brothers. Daar komen ze. We are the Sentimental Brothers. We gonna make a lot of friends. We sing the songs of sentimental and try to do the best we can. In de studio zijn in elk geval erg blij, hè, met datgene wat jullie hebben laten horen. Zullen we even kennis maken met? Roy Lekkie. Roy Lekkie. Leslie Gersie. Leslie Gersie. Carlo Dundas. En Carlo Dundas. En dan weet ik niet met wie ik eerst moet beginnen te praten. Laat me even kijken. Hey. I am the boss staat hier op de riem van die man. Hoe vindt u dat? Ben jij werkelijk de baas? Het moest hier te staan hebben, you're the boss, omdat ik dus deze riem gehad heb van iemand die in mij een boss zag. Ja? Iemand die in jou een boss zag? Ja, dus je moest zijn. En de boss. Dus ik heb mezelf niet uitgeroepen dat ik de boss. De omstandigheden zijn nog steeds ongewijzigd gebleven? Juist. Je is still the boss. Ja, en boss voor dit van wat Maar niet voor de Sentimental Brothers of wel? Nee, ergens niet, nee. Kijk, de Sentimental Brothers bestaat uit maar ik bedoel, dit is de kern. Ja. En ieder dus die heeft zijn taak. Weet je, dit is die instemming. Dus dat er een beslissing genomen moet worden door het
met z'n drietjes of met z'n viertjes. Stukje democratie. Ja. Ja. Maar we hebben een hele tijd niets van de Sentimental Brothers gehoord. Hoe kan dat nou, zo'n goede groep? Ik ken niet was. Waar was je dan? Ik zat in Nederland. Ah. Ik ben op vakantie hier. Dus ik kan moeilijk, ik zal maar een voorbeeld zeggen, je kan moeilijk een Sentimental Brothers hebben zonder een Roy Leggy of zonder een Leslie Kersey. Dus als ik er niet ben, dan is er ook geen Sentimental Brothers. Nou, laten we hopen dat de Sentimental Brothers binnenkort een heleboel fijne dingen van zich laten horen. Hopelijk van de plaat ook nog. En hoe oud is die groep? Nou, die groep is ongeveer tegen 1962 begonnen. Zo. Dus we kunnen even rekenen hoeveel het is. 62 is 8 plus 5. 13. 13 jaar. Ja. Goede vriendschap, hè? Nou, we waren langer vrienden. Dus we waren vanaf de schoolbank. Waren we samen op Paranam. Ik ging af en toe. Want ik woonde in de stad, maar de band is gebleven. En daarom denk ik dat we zo'n vooruitgang hebben. En dan zie ik een gitarist ernaast, de enige instrumentalist? Nee, we kunnen eigenlijk allemaal spelen, maar... Nou ja, ik heb altijd een beetje meegeslagen. Slaggitarist daarom. Maar we kunnen allemaal spelen. Allemaal spelen. Ja. Nou, laten we hopen dat jullie binnenkort een plaat uitbrengen, hè? Of vaker terugkomen in kerstshows. In andere shows van die zomaar dingen die verdwijnen. Beste mensen thuis, laten we nogmaals gaan genieten van de voortreffelijke zang van de Sentimental Brothers. Hier komen ze weer. Looking for me, baby. Alla sei mi succulio. Carolina, come sei. Make me divan prasa tu. Vamos divan yari. So alang ateng di mino. See you, Carolina, paitang. Carolina, paitang. Make me verter you tu. Sami ben praxer bu you. Wakali mi, not you man. Pa Carolina, dat no kan. Amus de vayari, so alang atendi mino. See you, Carolina, paitang. Carolina, paitang. Make me perder you too. Sami ben prazer you. Wakali bi dat you man. Na Carolina dat no kan. Amus de vayari. So alang atendi mino. See you, Carolina, baitang. Carolina, baitang. No, you want to me. Look who far me take you back and make me better you too. Sami ben praxer for you. Wakali mi, that you man. Ma Carolina, that no can. Amus de vayari. So alang atendi mino. See you, Carolina, paitang. Carolina, paitang, 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 Carolina, 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 paitang, paitang, Carolina. Thank you.
van de vaca, mi pasi para Coquetti,
sa kiu minole. Paima, takina torbutu.
of sentiment and try to do the best we can. Ooh. 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 Was het weer 34 prachtige muzikale, historische minuten met heerlijke klanken en liedjes die je nog wel kende van vroeger, maar niet meer wist dat ze bestonden. Dames en heren, u hebt gekeken naar Max Wojcicki en naar de Amazing Sentimental Brothers en ik hoop dat u ervan hebt genoten. Deel deze video zoveel mogelijk op WhatsApp en op Facebook en dan zien jullie me binnenkort weer in een nieuwe video.